Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk... Hoi, ik ben Janette. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Hoi, ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag woensdag 14 maart. En ik moet zo werken. Maar ik ben nu nog even met Emma aan het facetimen. En ik ben even eten aan het maken. Weet je eigenlijk wat ik aan het maken ben? Beker hamburgers. Nee. Ik heb echt iets heel ergs gedaan. Ik heb een kroket in de airfryer gedaan. Oh, ja. En ik ging gisteren ook al naar de McDonald's. Maar ik moet straks werken. Maar ik ga eerst even wat eten. En ik moet werken tot 5:30. En als je heel veel zin hebt in deze video, moet je even een blauw duimpje omhoog doen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik weet het, ik heb gisteren niks gefilmd. Maar dat kwam omdat mijn camera leeg was. En ik ging sporten en zo. En toen was ik het eigenlijk gewoon helemaal vergeten. Maar ik moet zo meteen naar school toe. En daarna heb ik rijles. Want ik moet morgen afrijden en ik ben zo zenuwachtig. Echt niet te doen. Maar ik heb nu tot 1:00 les. 1:15. En dan om 2:00 heb ik rijles. En ik had nog gisteren of eergisteren gekocht bij de Bershka of zo een Sting. Dus ik dacht, dat laat ik eventjes snel zien. En een ding daarvan heb ik ook alvast aan. Dus dat laat ik even zien. Dat is namelijk deze broek. En deze is flared aan de onderkant. En ik hou echt van deze broek. Hij heeft zo'n patroon. Echt heel nice. En mijn kool is van de H&M. Wat had ik nog meer gekocht? Ja, mijn kamer is echt een troep. Ik had ook nog een zwarte broek gekocht en nog een zwart shirt. Omdat ik dacht, ik ga meer kleur in mijn kast brengen. En ik ga nu naar school toe, dus ik ga even mijn spullen inpakken. En ik moet mijn laptop niet vergeten. Oké, ik ben thuis. Ik had net 2 uur lang rijles, want ik moet morgen afrijden. Ik ben zo bang. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen. Maar ik durf het gewoon niet te zeggen. En ik was mijn camera vergeten mee te nemen. Maar ik ga nu lekker YouTube-video's kijken, een uurtje. Of even, ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen op mijn laptop. Maar in ieder geval op mijn laptop. En dan moet ik vanavond moet ik even 2 uurtjes werken. En dan morgen vroeg ga ik afrijden. En dan is het ook lekker weekend. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga nu even lekker YouTube kijken. Oké, ik heb net mijn examen gedaan en ik ben geslaagd. En ik ben echt heel, heel, heel erg blij. Dus allemaal even gaan lessen bij Tom Verhoeven. Je ziet het hier staan. Allemaal even gaan lessen. Ik ben echt heel erg blij. Oké, ik was mijn camera helemaal vergeten. Maar ik ben zo blij dat ik ben geslaagd. Dat is gewoon voor de eerste, gewoon in 1 keer. En ik had het echt niet verwacht. Ik was echt zo zenuwachtig. Maar ik ben echt, echt heel erg blij. Oh mijn god, ik tril helemaal. Maar, ja, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ik wil zo graag zelf gaan rijden. Oké, zoals jullie dus net hebben gezien, ben ik geslaagd. En ik ben zo blij. Ik kan het echt niet beschrijven. Ik ben echt heel erg blij. Ik had vanochtend niks gefilmd omdat het best wel vroeg was. En eigenlijk dacht ik, als ik ga zakken, ga ik het er niet inzetten. Want dan lijkt het echt of ik voor alles zak. Maar ik ben gewoon in 1 keer geslaagd. Ik ben zo blij. En ik kan echt niet wachten als ik ga auto rijden. En ik ga zo meteen gelijk naar het gemeentehuis. Want ik wil echt mijn rijbewijs hebben. Echt niet normaal. En het ging echt heel erg goed. Dus ik ben echt zo blij. Oké, dat heb ik al 1000 keer gezegd. En ik ben nu lekker thuis. Ik ga even een tosti eten. En lekker de hele dag niks doen. Wat gaan we doen? Rijden. Uit eten. Ik ben mijn camera bij papa vergeten. Echt super stom. Godverdik. En waar gaan we eten, joh? Mijn moeder. Dat is niet normaal. Lekker! Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is 19 maart en vrijdag had ik mijn rijbewijs gehaald en dat had ik wel gefilmd en 2 dagen daarna heb ik niet gefilmd omdat ik mijn camera was ik vergeten bij mijn vader en ik was zaterdag ook nog eens ziek, dus daarom heb ik niks gefilmd. Maar we gaan nu mijn rijbewijs ophalen bij de gemeente en daarna gaan we een stukje rijden. Waar gaan we eigenlijk naartoe? Dat weten we nog niet. Maar ik ga in papa's auto rijden. Maar het is wel een automaat. Dus... Oh.
Dat is echt heel eng. Dat is juist heel makkelijk. Maar ik ben echt heel, heel erg blij dat ik zo meteen mijn rijbewijs heb. Ze mee aan een Chinese talentjacht. Ze heeft zelf... Moet ik iets indrukken? Nee, hij is wel. Oké, we zitten nu in de auto. We gaan nu even wat eten bij Van der Pal. En ik ben even aan het rijden. Gaat het goed, pap? Het gaat heel goed. Heel goed. Nee. Jeannette, wat doe je? Ja, ik zag dit toch niet? Daar ben ik nog nooit geweest. Wat is dit dan? Ja, dit is voor de bus. Ja, wist ik veel. Ga naar achteren toe dan. Ja, wat is naar achter? Geen nootje vals. Oh, wat ongemakkelijk. Pap, vertel even wat er gebeurde net. Jeannette, de motor loopt nog en zo, hè? Ja. Je stapt gewoon uit. Ik was toch niet aan het uitstappen. Ik wilde eerst weten wat er gebeurde. Wat gebeurde er, pap? Wow. Waarom kan ik hem er niet uithalen? Jeannette, doe even rustig. Oh zo. Hey schatten! Hallo! Carvloggy! Ja, oh, carvloggy. We kunnen mukbang doen in de auto. Oh ja, met nek. Ja, dan kan je wel echt als hier aparte mijn zus, hè? Ja, dan kan je als aparte video uploaden. Hier is het CPR, hè? Oh, mijn zus woont hier. Oh ja, daar is het CPR. Oké, ik heb net Emma opgehaald. Van school. Ik had maar liefst 1 uur les. Zo. Heftig, HBO. En nu gaan we lekker lunchen. Waar gaan we lunchen? Brasserie buitenhuis. Nee, bij het buitenhuis. Hey, brasserie? Kijk, eerst CBR. Nou, eerst CBR. Daar heb ik al mijn bloed, zweet en tranen vrijdag laten liggen. Nou, zo, oh, maar wat ik dus wilde vertellen, ik wilde zaterdag dus uitgaan naar Amsterdam met Eike, Celia en Amber. Mm-hmm. En opeens, want ik moest van 6 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags werken. En ik kom thuis en opeens krijg ik hele erge hoofdpijn. En toen echt een steek. Nou, hoe zou dat toch komen? En toen opeens werd ik heel misselijk, maar ik wilde per se uit. Dus gingen we afspreken en zo. En opeens zeg ik, ik voel me echt niet lekker. Dus ik ging helemaal kotsen en zo. Echt? Ja, dat was echt. Maar had je al wat gedronken? Nee, nog helemaal niks. Echt? Nou, ik had ook vorige week de hele week koorts. Maar goed. Achter deze bus! Go! Yeah, let's go. Oh, ik ga echt dood. Nee. Ik ga hier erin, meneer. Maar goed, wat heb je vanochtend gedaan, Jeannette? Of heb je dat al gevlogd? Nou, ik heb wel een stukje gevlogd. Maar toen ging mijn vader het vloggen en toen reed ik vanochtend de busbaan op. Toen werd hij helemaal gek. Ga dat nu terugkijken. Het is echt heel grappig. Oh, we kunnen ook even naar Van der Pol. Met Famke. Nou, ik ging echt sick. Ik ging dus een interview kijken met Famke. Famke. Woe! Kan je knipperlicht volgende keer aanzetten? Dankjewel. Nou, madame. Maar ik ging dus een interview kijken met Famke en toen zei ze, ja, als iemand met me op de foto wil, dan doe ik dat heel graag en ik vind het heel leuk. Ja, doei! Maar die keer toen jij met haar op de foto... Ik heb dat eigenlijk, dat had ik dan verteld in de vlog, toch? Dat ik toen zei dat ik ze tegenkwam en dat ze toen zo echt heel raar deed. Misschien is het wel helemaal niet open, het is wel maandag, hè? Ja. Oh ja. Maar toen vroeg ze 20 euro voor een foto. Naar de J. Vellenberg weg. Oh my god, High School Musical. Oh, dit is mijn song, dit is mijn jam. We hebben in onze stadje een eigen meer. Een eigen toen met aardrijkskunde, dat er één zo'n vraag was, hoe diep is dit meer op het diepst? Oh ja. Wist je dat nog? Hoe kon je dat ooit weten? Zwemmen, naar de bodem zwemmen. Nou Jeannette, je rijdt wel echt goed. Ik ben echt proud. Nee. Ja, let's go. Oké, klaar. Oké, we zijn nu bij buitenhuis. Bij Valkenburgsmeer. En we gaan eventjes wat eten. Ja. En om 5:30, toch? Oké, is goed. Oké, goed. Gaan we dan samen eten? Ja. Oké. Het is vandaag dinsdag. En gisteren hebben jullie gezien dat ik met de auto ging rijden. Wat ik echt super leuk vond. En ik heb net even de vlog geëdit, want ik moest de hele dag naar school.
En ja, de vlog is nu ongeveer 9,5 minuut. Alleen, ik ben wel een week aan het filmen. Dus sorry dat de vlog een beetje kort is, maar ik ga hem toch hierbij afsluiten. En dan begin ik gewoon vandaag weer lekker een nieuwe weekvlog. Dus ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. En dan zien jullie ook wanneer ik wat voor een auto en zo ik ga halen. Maar, oh ja, en ik zou het ook nog super leuk vinden als je me even volgt op Instagram. Want ik ben de laatste tijd een beetje bezig. Dus ik zou het super leuk vinden als je me even gaat volgen. En mijn Instagram is x-janette.